Onze rol als gemeente is faciliteren. We hebben in het verleden al eens een keer een bestemmingsplan voor het weggelen laten vaststellen door onze gemeenteraad, waardoor woningbouw daar mogelijk is. Een deel van het plangebied is tot op heden nog niet ontwikkeld. Dat kun je ook zien als je daar op de Nijrissingel langsheen rijdt, dat er behoorlijk wat gaten in zitten. Dat kwam mede vanwege het faillissement van Megahome. En de combinatie die hier nu aan tafel zit, die heeft het lef gehad. En daar zijn we als gemeente heel erg blij mee om die gronden te kopen ten behoeve van ontwikkeling van woningbouw aldaar. En de reden waarom we hier nu zitten is het sluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de combinatie. Martin? Dat we de handen in hebben geslapen voor dit project. Wij kennen Koopman al heel lang. Dus wij doen hem wel op meerdere plekken. Doen we dingen samen, zoals we dat ook wel met andere partijen doen. Je ziet in projectontwikkeling dat er toch wel vaak combinaties worden gezocht. Ja, zo ook in deze. Koopman is actief wel veel hier in het Almeloze. En wij hebben onder andere Nijrees in het verleden gedaan. Dus in die zin zien we dat toch ook wel een beetje als onze thuismarkt. En we vonden elkaar hier. Wij hebben vanuit historie de nodige contacten met Megahome. Dus ik heb ook wel redelijk wat contacten met de curator van Megahome, de heer Van der Hel. En daar hebben we contacten mee gelegd. Uiteindelijk hebben we elkaar gevonden. Hebben een overeenkomst gesloten. Ik zal even vertellen, we gaan in het totaal 49 woningen in het pandgebied realiseren. Waarvan 11 woningen in de huursector gaan terugkomen en het restant wordt in de koopsector. Oké. En wat voor woningen? Kun je daar iets van zeggen? De huurwoningen, dat worden rijenwoningen. Mm-hmm. En daarnaast hebben we, volgens mij hebben we 4 vrijstaande woningen. En praten we over. Ja. Juist, ja. Ja. Mm-hmm.